belangrijk dat we de drie punten hebben. De eerste helft was moeizaam. Zij maakten die ruimtes klein, speelden heel anders dan misschien veel andere ploegen in Nederland, maar deden ze goed. Dus we kregen toch desondanks twee goede kansen met De Zeeuw en De Jong. Maar het zag er niet echt sprankelend uit. De tweede helft hebben we zeker 25 minuten goed gespeeld. Nou, het was een moeizame wedstrijd. Dat was duidelijk. Dat hoef je niet onder stoelen of banken te steken. Maar uiteindelijk moet hij loskomen door penalty van Luis. En die maakt hij. Dan weet je dat eigenlijk die wedstrijd al gespeeld is. Dan gaan ze zich nog verder ingraven, want ze willen geen pak op de broek krijgen. Belangrijke rol voor Luis Suarez. Speelde zijn 100ste competitiewedstrijd alweer. En weer heel belangrijk. Hè? Twee penalties en een paar schitterende pogingen. Ja, je ziet toch als het dan een beetje op slot zit. En het gaat allemaal te traag. En zij staan met 9 mensen achter de bal. Ja, dan heb je iemand nodig die iets uit het niets doet. Nou, dat hadden we niet op de vleugel, maar dat hadden we gelukkig wel met Luis en dat kan hij en daar was ik wel blij mee. Timo Tanio, congratulations first with the victory of Ajax and for your debut. Yeah, thanks a lot. It was a perfect night. Ajax got 3 points what we needed and I got my debut, so it's a good start. In de tweede helft wisselde je al een beetje met het oog op Real Madrid, hè, neem ik aan. Ja, dat kun je zo uitleggen, maar ja, André heeft al een paar keer erin gevallen, 5 minuten, 10 minuten, ja, nu wat langer. Jammer dat die goal van hem afgekeurd werd. We waren bezig vandaag met deze wedstrijd, nog niet met Madrid. En Jan is geschorst woensdag, dus we zullen zien welke optie hij gaat nemen en wat hij gaat doen. En ik hoop het. En Timo Tijne was gewoon, omdat Demi, die heb ik ook nog nodig de komende weken. Nou, dan komt Timo een mooie debuut maken. Did you have chicken skin? No, not really. I'm 30 years old now, so I've been playing a few games. Of course, it's a nice stadium, big club, so maybe a little butterflies in the stomach, but nothing serious. Nu is alles gericht op Real Madrid. Met wat voor gevoel ga je naar die wedstrijd? Ja, toch wel spannend. Hè? Het is toch een van de moeilijkste uitwedstrijden die je kan voorstellen. En we moeten toch even kijken hoe we dat doen zonder Jan Vertonghen en Suarez. Ja, zijn toch twee van onze betere spelers. En ik hoop niet dat we ze zullen missen. We zullen gewoon een oplossing zoeken. Ja, dan hoop ik daar toch een resultaat te halen.